Vorige week sprak ik al met Harm van Wijk van beleggen.com en vandaag zit ik weer met hem aan tafel. Harm, welkom. Dankjewel. Waarom is beleggen zo populair op dit moment onder particulieren? Ja, we zien een hele lage spaarrente, dus je krijgt nu niks meer eigenlijk op je spaarrekening. Soms moet je zelfs geld gaan betalen aan de bank om je geld op de spaarrekening te mogen hebben staan. Aan de andere kant zien heel veel particuliere beleggers ook dat er heel veel geld wordt bijgedrukt. Het geld per staat in de hoogste versnelling. En dat betekent dus dat je geld minder waard wordt. Dus daarom beslissen nu heel veel mensen dat ze hun geld willen investeren in aandelen. Maar dat gaat niet altijd goed. Nee, klopt. 90% van de particuliere beleggers verliest structureel geld, blijkt uit verschillende onderzoeken. Heel veel proberen het en gaan vervolgens besluiten om het dan uit te besteden aan bijvoorbeeld een professional, aan een beleggingsfonds. En daar zien we dus ook eigenlijk dat het daar ook weer misgaat. En dat komt onder andere vanwege de hoge kosten. 96% van alle fondsen is niet in staat om de index te verslaan. En dat is natuurlijk gewoon best wel veel. En dat komt omdat ze gemiddeld tussen 3% en 5% aan kosten in rekening brengen. Dat is heel hoog. Maar wat moeten mensen dan gaan doen? Moeten ze zelf leren beleggen? Ja, want dat is een van de belangrijkste dingen. Beleggen is een vak. Een vak kun je leren. Als jij slager of bakker wil worden, kun je natuurlijk ook gewoon eerst een cursus gaan volgen, een training volgen om het te leren. Nou, bij beleggen is het eigenlijk hetzelfde. Iedereen kan leren beleggen, zeker met behulp van de bewezen strategieën. En wij leren die mensen dus hoe je dat zelf kan doen. Dat doe je onder andere in deze trainingsruimte en met behulp van je boek en nog een aantal experts om je heen. Kan je uitleggen wat voor strategieën er nou zijn? Hoeveel zijn er überhaupt? Nou, er zijn talloze strategieën. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het momentum effect, de momentumstrategie, waarbij je dus wil kopen wat in de voorgaande periode is gestegen. En dat klinkt ook weer tegen natuurlijk, want heel veel mensen willen juist iets kopen omdat het heel goedkoop is. En het klinkt een beetje raar om iets te kopen wat duurder is dan de voorgaande periode. Maar het zijn vaak bedrijven die het heel erg goed doen. De Googles, de Facebooks, de Apples. Het zijn vaak goede bedrijven met een goed management en een goede markt. En de kans dat zij het opnieuw weer goed gaan doen is groter dan dat ze de volgende jaren slechter gaan presteren. Nou, daarnaast hebben we trendvolgende strategieën. Werkt eigenlijk ook een beetje op dezelfde manier. Dus alles wat in een stijgende trend zit, heeft vaak ook de neiging om weer verder te stijgen. Alles wat daalt, bedrijven die het slecht doen, hebben over het algemeen ook weer de neiging om verder te dalen. Dus op die manier kan je dus gebruik maken van ook de wisdom of the crowd. Er is niemand die in staat is om precies in te schatten wat is nu de waarde van zo'n aandeel. Maar als we met z'n allen een inschatting maken, de ene vindt het te goedkoop, die koopt het, de andere vindt het te duur, die verkoopt het weer. Op die manier ontstaat er dan een bepaalde trend. Verder heb je dan nog dividendstrategieën. Je koopt aandelen die dan een hoog dividend genereren. Ook dan kun je dat ook weer gaan combineren. We hebben bijvoorbeeld een trendvolgende strategie met een dividendstrategie. Daarnaast heb je dan bijvoorbeeld optiestrategieën, waarbij je gebruik kunt maken van call-opties, put-opties. Voor de meeste mensen is dat best wel wat lastig. Dus daarom geven we ook je trainingen om uit te leggen wat is nou een delta, een theta, een vega, gamma. Wat zijn ingewikkelde termen die je allemaal moet kennen om daar uiteindelijk succesvol mee te zijn. Nou, en daar hebben we dus dit soort gelegenheden waarin we dus mensen helpen om uiteindelijk gewoon zelf te leren beleggen. En dat staat allemaal in dit boek? Ja, het boek is dan de basis van het hele systeem wat wij dus uitleggen in 10 stappen succesvol beleggen. Dus je gaat eerst kijken hoe zit je zelf in elkaar, welke strategieën zijn er en welke past aan bij jou. En vervolgens ga je dus aan de slag om die strategieën uit te voeren met behulp van software, met behulp van training, met behulp van coaching. En dan sta je hier voor de klas voor een aantal leerlingen? Ja, klopt. En dat is heel erg leuk om te doen, want ja, ik zit er al jaren natuurlijk gewoon in. En dingen die voor mij vanzelfsprekend zijn, zijn voor heel veel mensen natuurlijk gewoon niet zo vanzelfsprekend. Dus dat zorgt er weer voor dat ik ook weer scherper moet verwoorden hoe het precies gewoon allemaal in zijn werk gaat. En volgende week gaan we hier dieper op in. Wat zijn nou de strategieën die het beste zijn voor u om te volgen? En wilt u alvast meer informatie? Ga dan even naar onze website en maak kennis met Harm en zijn team van beleggen.com. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.